Broeister Bente Boonstra gehuldigd in haar woonplaats Westland. Tijdens de Olympische Spelen veroverde Westlandse roeister uit Monster Bente Boonstra met haar team de gouden medaille in de vrouwen 4 zonde. De laatste 300 meter waren spannend omdat ze gelijk opgingen met Groot-Brittannië. Uiteindelijk zegevierden de Nederlandse roeisters in de eindsprint en pakten ze het goud. Bente is in opleiding voor huisarts in Amsterdam. Wethouder sport Anco Goudswaard heeft de roeister gehuldigd tijdens de feestweek op het Wilhelminaplein in Naaldwijk. Een korte impressie. We houden van het leven, van de liefde en de lust. We feesten nooit tot 's avonds laat, nog lang niet uitgeblust. We zijn er weer bij en dat is prima. Hoe is het, Bente? Ja, goed. Echt heel vet dit. Heel vet, want je hebt alleen maar feest nu. Of hoe ziet je agenda er nu uit na het winnen van die gouden plak? Ja, best wel druk. Deze week was even rustig, dus dan is dit wel weer een goed moment om een beetje een feestje te maken. Ja, je bent ook in het Team NL huis geweest, je hebt heel veel meegemaakt. Ja. Als je moest kiezen tussen Westland en Parijs? Sowieso Westland. Maar in 2021 kom je terecht in het topsportprogramma van Team NL. Wat is er toen met jouw leven gebeurd? Hoe zag jouw leven er vanaf dat moment uit? Ja, vooral heel veel trainen en dat roeien wel op één gaat staan. Dus ik studeerde ook nog. Nou, studeer eigenlijk nog. Alleen dat kan niet echt samen. Dus toen was het vooral heel veel trainen met het team. Ja, en trainingskamp, allemaal hele leuke dingen. Dames en heren, onze Olympisch kampioen, gouden medaillewinnaar Bente Boonstra, geeft een groot applaus. Maar Bente, ja... En vanwege die prestaties heeft het college van burgemeester en wethouders van Westland bij besluit op 19 augustus 2024 besloten om aan Bente Charlotte Gesineke Boonstra, geboren 21 november 2000 te Bemmel, de Westlandstek van de gemeente Westland uit te reiken. Toegekend op grond van het behalen van een gouden medaille bij het roeien vrouwen zonder vier op de Olympische Spelen van 2024. Oh! Sensation Wildland. Who now, yes!